Welkom bij Happy Story in My Life. Leuke uitstapjes voor het hele gezin, weekendjes uit en nog veel meer. Abonneer je op ons kanaal en volg ons op onze reis van geluk en positiviteit. Welkom bij onze nieuwste video. Vandaag nemen we jullie mee naar een magische reis naar het Plopsaland. Het favoriete pretpark voor het hele gezin. Het belooft een dag vol plezier, spanning en onvergetelijke momenten te worden. We kunnen niet wachten om alles met jullie te delen. En als bonus, steelt papa een taart in Plopsaland? Blijf kijken, dan kom je het te weten. Hey beste kijkers, ja, plopper de plop. Vandaag nemen we jullie mee naar Plopsaland. We staan nu op de parking in Jabbeke. Dat is een dik uur rijden voor ons. We gaan even een piespauze en een eetpauze, een boken eten en dan gaan we verder naar Plopsaland in de pannen. Dus we nemen jullie vandaag mee naar Plopsaland in de pannen. Vind je dit nu leuk? Geef ons dan een dikke duim en blijf ons volgen. Even tijd voor een ontbijtje en je ziet, ons Lara is erbij, ons Lore is erbij en mama is erbij. En kijk eens, lekkere sjoekes. Ja, beste mensen, we zijn aangekomen in Plopsaland de Pannen. En zoals je al kunt zien is het een evenement van Vlaams Belang. Geen politieke voorkeur voor mensen die kijken. Iedereen zijn eigen mening, maar wij gaan ervan genieten. Ik zou zeggen, we nemen jullie mee en vind je deze video nu leuk? Geef ons dan een dikke duim. Die op de kaart willen zetten dat werken en gezin hand in hand moeten gaan. Als je gaat werken en we werken keihard als Vlamingen, dan doen we dat niet alleen voor onszelf, maar dan doen we dat voor ons gezin, voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat is de boodschap die wij hier vandaag gaan uitdragen. En vooral de laatste keer de batterijen opladen, plezier maken, om dan de laatste dagen erin te vliegen, campagne te voeren en te zorgen dat we de verkiezingen winnen op 9 juni 2024. Thank you.
was aan het schreeuwen en dan gaat hij naar beneden. Oh, oké, okay, laat maar. Dat was echt zo, dat ik zo... Broer, hè? Oké, okay, laat maar. Wat plezant. Nee, die vindt je toffer dan dit. Dat is ook niet. Nee, ga je daar niet mee? Beste mensen, we zijn nu in Plopsaland en we hebben ondertussen al 3 attracties gedaan. Ik denk dat het iets na 11 is. Ik zou zeggen, geniet er verder van, samen met ons. En geef ons een dikke duim als je dit nu leuk vindt.
kloppertjes, tot de volgende keer.
Ja, beste mensen, we hebben net een dino splash gedaan en dat was fantastisch. Ik denk dat dat een van onze laatste attracties is dat we vandaag gaan doen. We gaan nog eens even met het treintje rondrijden. En dan gaan we langzaam het park verlaten, want het is ondertussen ook al alle vijf. Dus tegen om 17:30 gaat het sluiten. Dus we gaan nog een toertje maken met het treintje. En we zien wel.
Ja, beste mensen, dit was ons dagje Plopsaland. Maar in ieder geval, wij verlaten nu Plopsaland, de pannen, en rijden richting Waasland. Vond je deze video nu leuk? Geef ons dan een dikke duim en blijf ons volgen in de App History in My Life. Dit was hem weer, Happy Story in My Life.